Hallo allemaal, welkom bij de vierde aflevering van Bubble Up. Vandaag hebben we een hele leuke gast en eindelijk een keer een man. Hij kan pizza's maken als de beste en het komt denk ik toch wel door hem dat ik zo'n passie heb voor eten. Je hebt je teennagels niet gelakt. Hier is Robin. Soepel. Hi pap. Leuk dat je er bent. Jij bent de Bubble Up gast van vandaag. Nou, dank je. Dus zou je kort even iets over jezelf kunnen vertellen? Nou, ik ben Robin en ik ben de vader van Charlotte. Ja. Ik ben 60 jaar en ik hou van koken en ik vind mijn werk leuk. Wat doe je voor werk? Ik ben creative director bij Adelines. Superleuk. Zegt niemand wat? Nee. Maar het is wel leuk. Heel leuk. En dat was het, wat je wou zeggen. Nou, ja, weet ik niet. Mijn moeder is prima, ik vind het helemaal top. Wat even anders is in deze aflevering. Normaal maakt de gast een hap van de gast. Ja. En hap van Charlotte. Maar omdat jij zoveel aangevraagd bent al 8 jaar lang op mijn YouTube-kanaal, heb jij de eer om in deze aflevering 2 happen te maken. Dus er is geen hap van Charlotte vandaag. Dat vind ik wel jammer. Ja. Je maakt echt lekkere happen. Ja, maar dat zit in een andere aflevering. Oké. Okay. Dus, ja. Nou, ik zou zeggen, laten we overgaan naar de eerste hap van de gast. Ik ga een erwtenmuntendip maken. Ja. Zou je willen vertellen waarom je deze dip hebt gekozen? Weet je, iedereen heeft altijd een paar dingen die hij altijd maakt. Ik heb gewoon ook een aantal dingen die ik vaak maak en dat is deze erwtenmuntdip. Wat ik zo leuk vind is dat hij zo mooi groen is vaak. Zo mooi groen. Ja. Zo mooi groen. En hij is heel fris. Ja, hij is ook wel een beetje hartig. En ik merk gewoon dat mensen het altijd heel erg leuk vinden. Dus ik kan beter gewoon dingen maken die mensen altijd lekker vinden. Ja, en ik denk ook eigenlijk dat ik heb gevraagd of jij deze wil maken, toch? Ja. Ja, dat heb ik gevraagd. Dus nou, deze is echt super lekker. En hoe je die kleur zo groen krijgt, ga je straks vertellen. Dan gaan we eerst over naar de ingrediënten. Juist, we gaan even over naar de ingrediënten. Vertel eens, wat zit erin, Charlotte? In mijn dip. Oh ja, zou ik dat doen? Dat is wel leuk. Zal ik je zeggen, ik heb mijn leesbril. En zonder leesbril kan ik dit helemaal niet lezen. Je hebt witte letters op lichtgrijs. Ja. Hoe moet ik dat nou lezen? 150 gram diepvries erwtjes. Zullen we daarmee beginnen dan? Nee, we gaan eerst vertellen wat er allemaal in zit. Ja, ga jij vertellen. Omdat ik geen dip heb, zal ik het even vertellen. Oké. Okay. We hebben nodig 150 gram diepvries erwtjes. Ja. Dan 50 gram feta. Ja. Echte feta, hè? Van schapen- en geitenmelk. Ja. Een teentje knoflook. Ja. Een handvol munt. Ja. Sap van een halve citroen. Ja. 1 eetlepel olijfolie. Mm-hmm. Ik had gevraagd of papa precies wilde zeggen hoeveel. Dus maar... Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik moest van jou die dingen opschrijven. Ja. Maar ik doe het altijd. Ik doe nooit iets met gram. Ik doe altijd maar wat. Het grappige is dat iedereen dat zegt. Maar mensen zijn soms zo bang dat ze het anders verkeerd doen. Dus we geven ze een beetje een richting. Nee, tuurlijk. Dat snap ik ook wel. Dat snap ik ook wel. En weet je waarom ik trouwens die diepvriesertjes doe? Ik doe dat omdat... Als je ertjes en blik zou nemen, bij wijze van spreken, die zijn ook, die zijn al groen, maar die zijn niet zo heel mooi groen. Ja. En het mooie is dat die ertjes uit de diepvries worden gewoon mooi groen, omdat ze in kokend water gaan. Ja, dat gaan we ze straks wel eens vertellen. Ja, dat is eigenlijk echt de gouden tip uit dit recept. Ja. Ja? Ja, maar goed, zo is het. Anders lukt het niet. Zo bijzonder is het niet. Vind ik wel, want als je dat niet doet, krijg je niet die groene kleur. Oké, nou, ik heb niks gezegd. We hebben dus ook nog 1 eetlepel tahini. Jij zegt tahini en niet tahin. Ik zeg tahin. Oh, ik heb tahini. Dat heb je nou zelf opgeschreven. 1 eetlepel tahin. Volgens mij is tahini is verdunde tahin. Dat doen ze met water, volgens mij in citroensap. Oh. En als jij een falafel eet, dan krijg je wel eens, kan je goemoes nemen. Maar je kan ook soms tahini, in zo'n fles krijg je dat dan bijvoorbeeld. Mensen weten niet wat goemoes is. En volgens mij is dat dan verdunde tahin met citroen en water. Jij zegt hummus, mama ook. Ja, hummus. Ik ben dus hummus gaan zeggen, omdat niemand weet wat hummus is. Heel veel mensen zeggen hummus. Ja. Maar wij zijn gewoon een keer in Israël geweest en wij eten het gewoon hummus. Dus zo noemen jullie dat gewoon. Ja. Die kan je ook heel lekker maken trouwens. Misschien in een volgend seizoen. Ja. Doe een duimpje omhoog voor volgend seizoen. Een handvol geraspte parmezaan. Ja. Zelf raspen, zei jij. Een klein handje pistache nootjes. Ja. Peper, zout en chili flakes. Ja. Ja. Nou, dan gaan we nu door naar de... How to. Oké, even kijken. Ja. Ik heb hier alvast wat klaargezet. Oh, heerlijk. Mis jij iets? Ja, in de koelkast. Vriezer, pak jij maar. Nee, mis jij iets? Wat mis je? Precies,
Munt? Nee. Keukengerei? Nee. Ik weet het niet van. Ik heb stiekem één pizzasnoot gejat. Normaal zie ik dat wel altijd. Maar ik was nu niet gefocust. Nee, dus. Dan gaan we even water koken. Ja. Ik heb nog nooit op jouw gasfornuis gehad. Jij gaat gewoon voor mij even... En jij kan dat. Oké. Okay. Dan gaan we ondertussen iets doen, toch? Raspen. Ik ga de parmezaanse kaas raspen. Heel leuk. Lekker zeg. Mag ik hem raspen? Natuurlijk mag jij. Vind ik leuk. Ja. Maar ik doe eigenlijk de parmezaanse kaas erdoor om toch een beetje bite erin te krijgen. Heerlijk. Samen met die feta, maar ook de chilipeper. Ja. Dus de gerookte chilipeper. Jij bent ook niet zo van het zoet, hè? Nee. Ik ook niet. Nou ja, zoet. Voor de dip vind ik dat. Ik vind dat het ook een beetje zoutig en een beetje korrelig mag zijn. Dus ja. Als jij hem. De grove kant? Ja, wat ik altijd doe, is ik pak even een diep bordje. Een bordje, oh, een kommetje. Ja. Zodat alles wat je ernaast staat. Nee. Wat, oh, gaat nog nu, groter. Ja, dus eigenlijk gewoon een bord. Die, deze. Dat zou perfect zijn. Ik doe meestal, ik heb zo'n klein raspje, maar dat geeft niet. Helemaal goed. Niks lekkers dan parmezaanse kaas. Oh, de blokjes, ja. Wat ik heb gehoord, volgens mij gebruikt Ottolenghi en zo, dat soort mensen, die gebruiken het ook. Dus de allerbeste Indische Israëlische tahin en die heet Al-Arz tahin. Maar ja, ik vraag me ook af, in zo'n dip met zoveel complexe smaak die er al in zitten, of het verschil proeft. Ik ben niet zo'n fan van tahin. Ik word er zo'n beetje misselijk van, zo rollig. Ja, maar ik proef hem niet in jouw dip en dat is ik gebruik het. Ik gebruik het ook in dressings en zo. Hij moet niet overheersen, dan is het goed. Precies. Ik gooi nu de ertjes in het kokende water. Oké. Een verbrand ertje, hoor. Heel kort lopen. Ongeveer een minuutje gewoon, dat is genoeg. Gink het meteen af. Oké. Koud water eroverheen. Dat is toch ook heel belangrijk? Ja, dan stop je het proces in principe. Ja, ja, ja. Jij zei laatst, iemand tegen jou gezegd dat je er een beetje azijn bij kan doen, hè? Citroensap, toch? Nee, azijn. Dat hij dan nog groener wordt. Maar nee, dat heb je in mijn vlog gezien door die man. Ja. Die dat zei. Ja. Het gekke is dat toen jij nog thuis woonde, maakte ik dit nooit. Nee. Ja, maar jij wisselt best wel vaak van je van. Ja. Je bent net als ik en dan heb je een fase en dan is het weer klaar. Nou, dat is één ding dat ik straks ga maken dat ik mijn leven lang had. Mensen die vorige week hebben gekeken weten al wat je gaat maken. Kijk eens. Knalgroen. Prachtig. Nou. Een bom. Gooi jij het erin? Oh, hierin. Ja, ja, ja. Leuk. Op de zaak hebben wij een kantine, een hele goede kantine eigenlijk. Ja, lekker. En voor de lunch daar hebben we een saladebar. Meestal neem ik gewoon de helft van het bakje gevuld met alleen maar, als ze dat hebben, van deze ertjes. Echt? Ja. Grappig. Dat is voor mij gewoon snoepen. Zo ontzettend lekker. Nee, dat heb ik niet zozeer. Maar... Gek op ertjes. Even kijken, zullen we de parmezaanse kaas er alvast in doen? Zeker. Moeten we niet eerst de knoflook malen ook? Doe je alles in één keer? Alles in één keer. Kijk, ik denk dat als ik dit zo zie, als de hoeveelheid zie, 2 van deze handjes is genoeg. Oké. En dan de feta. Even wachten, die kan er altijd nog bij. Dan doen we even dit. Knoflook, hè? Zullen we nog een beetje hakken? Ja. Klein beetje. Zo. Dat is genoeg. Hoppakee. Lekker. Lekker. Alles wordt gedaan. Doe jij de pistas? Wat moet ik daarmee doen? Ja, volgens mij als je ze gewoon, je hoeft ze niet eens te hakken. Je kan ze gewoon... Ik kan het er gewoon in. Laten we de dopjes erin. Ja, maar zonder dopje, hè? Ja, dat snap ik. Hoeveel wil je er? Nou. 1. 2. Je kunt ze dus. Vertel even welke jij altijd koopt. Ja. Bij Lidl heb je een zakje met gepelde, zouten... Ik ken ze. Pistasnoten. Maar, niet te pellen. Maar die zijn dan wel zout. Ja, maar dat geeft het niet, doe je toch iets minder zout bij. Ja, ik wist niet of het erop dat wel kon. Kijk, je moet sowieso oppassen met zout. Want er zit al parmezaan in en er zit al feta in. Dus je moet gewoon even goed kijken of je niet te veel zout erin doet. Zo. Maar jij gebruikt altijd die al gepelde. Ja. Ken je pistachepasta? Ik ben lui. Ken je dat? Ja. Echt? Ja, maar ik wist niet dat... Kan je het kopen? Ik heb dat. Ah, echt waar? Ja. Koop je dat dan? Het is echt puur... Wat koop je dat? Zou je er ook doorheen kunnen doen? Ja, Koro. Nou, laten we zeggen 20 pistachenoten. 20, kijk. Wat ik doe, ik kijk van bovenaf. Yeah. Ik kijk naar de balans van de kleur. Dus ik zie hier gewoon de hoeveelheid groen, de hoeveelheid kaas. En zo kun je op je gevoel een beetje, die nootjes, dat is niet te overheersend. Kijk gewoon naar het totaal wat ik hier zie. Het ziet er wel heel mooi uit. Ziet er mooi uit, hè? Ik moet het zo even een klein beetje gewone peper doen we. Een klein beetje peper, want we hebben al peper, rode peper erin zitten. Zo, een klein beetje peper. Nou, er mag nog wel iets meer peper in, hè? Dan een klein beetje zout. Want er zit al zoute kaas bij. En dan gaan we citroen erbij doen. Heb jij een lekker persje? Nee, ik heb geen citroenpers. Je hebt geen citroenpers?
Pas op met citroen op je aanrecht als je stenen blad hebt. Een halve, toch? Ja, halve citroen. Maar ook dat, ik doe liever iets te weinig erin en ga daarna meer toevoegen. Ja, want het eruit halen even. Gaat niet. Zo, dus ja. Doe het zo. Anders wordt het te zuur, hè? En te dun. Gaan we tahine gaan we erin doen? Wacht even, op, anders ben ik echt niet in de show. Oh, het is toch echt jouw show? Tahine? Wacht, ik ben er nog steeds niet. Daar ben ik weer. Tahine. Ja, dankjewel, ja. Ik moet zeggen, hier zit al veel olie in, zie ik. Ja. En ik hou niet van te vet eten, dus wat doe ik dan? Iets minder olijfolie. Soms heb ik helemaal geen olijfolie. Maar nu doe ik een klein beetje olijfolie. Een klein beetje zo. Zo, dekseltje erop. Oh. Wow. Wat we even moeten doen is, we hebben dus munt. Niet te veel. Dit is eigenlijk een goede hoeveelheid. Dit allemaal? Nee, hoeft niet allemaal. Maar sowieso, haal zonder steeltje. Ja, maar gewoon blaadjes erin gooien, toch? Ja, dat is prima, joh. Ik doe altijd deze eruit. Jij kijkt ook erin, hè? Ja, kijk erin. De kleur. Ik vind het leuk. Ja. Hartstikke mooi. Zoveel wens. Nou, dat mag best wel wat. Ja, handje vol zijn we. We gaan zo, ik zeg altijd, nee, je kunt beter later meer toevoegen dan het weghalen lukt niet. Dus... Nee. Dit ook nog? Ja. Je proeft een munt en dat is heel lekker. Nou, dan gaan we nu even onverstaanbaar worden. En dit stukje vet dan? Dan had ik altijd precies afgewogen. Nou, erin mogen nog. Hoppa. Volgens mij is het perfect. Denk het ook. Ik zou iets doen wat mooi kan versteren met het groen. Ja, dit. Nee? Heb je wit? Oh, die is wel goed. Dat is zo niet verkeerd. Zo. Oh, wat jij doet kan ik echt niet tegen. Ik smeer het aan de rand. Komt goed. Heb je keukenpietje voor mij? Wow, wat is die kleur mooi zeg. Niet normaal. Wauw. Zo. Dat mag inderdaad niets. Oh, jij doet hem helemaal vol gewoon. Ik doe hem gewoon deze keer gewoon helemaal vol. Ja. Maakt ook niet uit. Zo. Prachtig. Wat ook leuk is, is om er gewoon nog 3-4 ertjes. Oef. Zo. Zo. En een paar pistachenootjes hakken. Echt 2 is genoeg. Ja. Nou, mooi. Prachtig. 3 misschien. Keurig. Die schilletjes zitten er wel bij. Oh, dat geeft niet. Nou, hartstikke leuk. En dan is dit dus. Wat een kleurpap. Hij is echt heel goed gelukt. Het is nu tijd voor de taste test. Waar zou jij dit mee eten? Ik gebruik meestal van die vierkante scrotjes, van die trekkertjes. Ja. Iedereen doet dat. Ja. Die zijn inmiddels op. Dit is al goed. Cheers. Super lekker. Mm. Ja. Je munt zo perfect. Heerlijk. Mm. Zo lekker. Hij is ook wel echt een unieke dipper. Ik heb deze nooit ergens anders gehad. Nee. Heerlijk. Heet smakelijk. Dip smakelijk zou ik zeggen. Yes. En dan gaan wij nu door. Naar? De kookwekker. De kookwekker? Ja, dat ken jij niet, hè? Oké, ik ga je 5 vragen stellen die ik aan alle gasten stel. En je moet proberen zo duidelijk mogelijk erop te antwoorden. Je mag wel even nadenken, maar niet te lang. Komt-ie. Vraag 1. Wat mag er niet ontbreken op een goede borrelplank? Wat we nu gaan maken. Ah. En wat kook je als je even snel iets in elkaar wil flansen? Passende pesto. Oh, lekker. Heerlijk. Ja. Je date komt vanavond voor het eerst bij je eten. Wat maak je? Pizza. Ja? Is dat niet te veel werk dan? Dat je de hele tijd bezig bent, heb je geen tijd voor die date. Samen maar. Oh, romantisch, romantisch. Dit is je laatste dag op aarde. Wat ga je sowieso nog eten? Friet. Verse friet. Oh, die heeft muiden. Die is echt lekker. Ja, super lekker. Wat is jouw guilty pleasure op het gebied van eten? Ik rijd kilometers om voor het lekkerste sterke koffie. Mokka-ijs. Oh, toen je sterker zijn, is het een mokka-ijs. Ja, waar dan? Tot nu toe vind ik het lekkerste toch van IJskuipje. Waar is dat? IJskuipje zit in Diemen, in Amsterdam, op meerdere plekken. Oh. Zoals een keten. Lekker. Ja. Ja, dat vind jij heel lekker. Ja, heel lekker. Goed, jij weet echt goed wat je wil, want je hebt hele duidelijke antwoorden. Nou, wat dan al? De kookwekker. Dan gaan we door naar, niet hap van Charlotte, maar hap van de gast. Goed zo, alweer. Ja. We gaan guacamole maken. Kijk eens. Yes.
ja, how to. Ik weet wel hoe het moet, hoor. Ja, je mag eerst vertellen waarom we guacamole gaan maken. Nou, dat begon eigenlijk al toen ik heel jong was. Oh, dit verhaal is leuk. Ja, 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 ja. Ik denk dat ik, nou, dat zou zijn, rond de 20 jaar of zo. En in de regio dus Dwarsstraat in Amsterdam had je toen Roosjes Cantina. Ja. Bestaat dat nog? Volgens mij wel. Toen maar niet meer van dezelfde eigenaar. Ja. Ik was de eerste eigenaar. En ik had een hele goede vriend. En wij gingen eigenlijk, nou ja, soms wel 3 keer per week, donderdag, vrijdag, zaterdag, soms zondag, gingen we daar naar een discotheek. En dat heette Richter. En daarvoor gingen we naar Roosjes Cantina en dan gingen we een witte wijn drinken daar, fles witte wijn samen. Ja. Finasol van Doris, weet ik nog heel goed. Altijd dezelfde witte wijn met guacamole. Dat was de allerlekkerste guacamole die ik ooit had gehad. Volgens mij was het überhaupt de enige guacamole die ik toen had gehad. Ik heb toen een keer op een avond laat, liep ik door die straat heen en stond een van die koks van Roosjes Cantina stond buiten te koken. Je hebt het gevraagd, hè? En toen heb ik gevraagd wat het recept was. Toen zei hij wat het recept was. Dat zeggen ze nooit trouwens. Dat zeggen ze nooit. En het gekke is dat ik volgens mij, als ik kijk wat hij toen zei, geloof ik niet dat dat het recept was. Oh, ja. Ik denk ook, als je echt een magisch recept hebt, dan laat je iets weg. Nou ja, of je vroeg dus toen bijvoorbeeld sour cream. Ja. Ja, ik weet niet of er sour cream doorheen zat. Ik kan me gewoon niet voorstellen. Dat doe je niet meer, hè? Dat doe ik dan zo. In het begin deed ik dat ooit natuurlijk wel. Ik ging braaf alles doen wat ze zeiden. Maar ja, het was toch het andere. Het was heel smeuig en het scheelt ook heel erg van welke avocados heb je. Want, ja, oh, ik vind dat heel spannend. Ik weet natuurlijk niet of deze goed zijn. Als je in Mexico avocados eet, dan zijn die niet te vergelijken met hier. Ik heb 50, zeker de helft van de keren een slechte avocado. Absoluut, en vaak zijn ze hard, zijn ze waterig en zo. Ja, ja. Dus ik vind ook dat de smaak van de guacamole is heel erg afhankelijk van de avocados natuurlijk. Dus moeten die nootachtige, boterachtige smaak hebben. Ja, maar wat ook heel belangrijk is, is dat je rekening houdt met de chips die je gebruikt. Als je blanco chips gebruikt, Er zit weinig smaak aan. Dan doe ik meer zout, meer smaak in die guacamole. Als ik weet dat ik, het is geen samenwerking geloof, maar sponsor ons! Dat we dit soort chips gebruiken met heerlijke nacho cheese. Er zitten al zoveel van die kruiden op die chips, dat je eigenlijk op het moment dat je dan zoveel smaak ook in die guacamole hebt, dan botst dat met elkaar. Dus ik hou daar een beetje rekening mee met welke chips ik heb. Dus we hebben nu redelijk kruidige chips. Heel lekker, maar ook een naturel is het super lekker. Zij hadden daar ook die chips, die zijn niet te vergelijken, die maken ze natuurlijk zelf. Oh, ja. Die maakten ze zelf en dat is niet te vergelijken met de chips die je hier eet. Alhoewel ik deze ook wel erg lekker vind. Maar grappig, wij hebben heel lang geleden op mijn YouTube kanaal hebben wij al een guacamole aflevering gemaakt. Weet je dat nog? Nee. In Baarn, in de keuken, die staat online. Echt waar? Ja, het werd helemaal niet goed bekeken. En toch wacht iedereen op een kookshow. Dus ik dacht, hij moet weer in deze aflevering. Ja, bijna altijd als ik visite krijg, maak ik het ook erbij. Want ik vind het zelf gewoon het allerlekste wat er is. En zelfs mama, die lepelt die bak ook helemaal leeg. Die... Ja, 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 ja. Oh, het is zo lekker. We gaan even kijken welke ingrediënten we nodig hebben. Zal ik het weer oplezen? Ja, ga jij het oplezen. Okay. We hebben nodig 3 rijpe avocado's. Ja. 1 limoen. Ja. 1 knoflookteen. Een rood uitje, of jij zei? Lenteui. Als je zegt, als je het te sterk vindt of zo, dan kun je gewoon een lenteui gebruiken, dat is wat zachter. Ja. Je bent sowieso wel fan van lenteui, hè? Ja, ik vind dat lenteui geeft net even ietsje pit aan dingen zonder dat het te uierig is. Ja, ja, ja. Dat is wel een lekkere. Ik heb dat eigenlijk nooit in huis, maar dat is wel een goeie. Een tomaat. Tomaat, ja. Je hebt niet specifiek een soort. Nee, we doen gewoon tomaat en... Maar al is hij een beetje simpel waterig, maakt niet uit. Maar of niet geweldig, het is niet te sterk. Nee, joh, dat maakt helemaal niet uit. Gewoon kleine blokjes. En, Maar je hebt ook een eetlepel komijn. Ja, dat is mijn geheime ingrediënt. Ik vind dat in Mexicaanse kruiden zit toch vaak ook paprika en komijn. Ja. En ik vind dat een klein beetje komijn erin maar geeft net een beetje Mexicaans. Doe je dat altijd? Altijd, een klein beetje komijn. Wist ik dus niet. Ja. Leuk. En dit is iets wat heel veel mensen haten. 20 gram koriander. Wij zijn er gek op. Genetisch is bepaald dat sommige mensen die houden gewoon niet van koriander. Het zit gewoon in je DNA. Dat zit, sommige mensen houden gewoon niet van. Kan je het weglaten voor peterselie? Vind ik niet. Nee, nee, doe het dan gewoon maar niet. Dan geen guacamole maken. Eigenlijk niet, nee. Oké, okay. Grappig. En een halve jalapeno peper. Ik wist niet dat die dingetjes zo klein waren, joh. Ja, nou ja, goed, ik weet niet hoe ze er... Kijk, dit zijn de dingen die in de supermarkt kan kopen. En... Ja, maar als je ze dan in zo'n blik koopt, dan zitten er dus super veel in, want het is hartstikke klein. Het zijn van die ringetjes dan altijd. Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik vind... Dit is een heel kleintje trouwens, je hebt ze ook rood. Zo.
Maar ik gebruik vaak liever de groene. Ja. En zo klein als dit is voor 3, dan wordt die behoorlijk pittig. Je weet, mama houdt niet van heel pittig. Nee. Dus daarom doe ik er vaak wat minder in. Maar ja. Ik vind het nu gewoon even lekker pittig maken. Helemaal? Nou ja, hij was zo klein, zo'n klein hoop peper. Ja, ik weet niet hoe heet zo'n ding is. En natuurlijk zout en peper. Dat was het. En zout en peper. En dat was het eigenlijk, ja. Ja, hè? Ja, ja. Voordat ik dit deed, voordat ik het pepertje gebruikte, deed ik wel eens tabasco erbij of ja. Pepervlok. Of rode peper. Oké, ik ga eerst even de uitjes snijden. Ja, nee, we gaan even naar de how-to. Oh. Als jij het uitje heel klein snijdt, dan doe je de koriander even. Ja? En de knoflook moeten we persen. De knof moeten we persen, ja. Wow, perfect. Wat ik nu deed trouwens, schouw het ding over de slecht voor het mes. Slecht voor het mes, wordt die bot van. Maar wat had jij gezegd over hoe lang van tevoren je het moet maken? Ik maak het liefst niet langer dan 1,5 uur van tevoren, want ik merk gewoon dat hij een beetje muffig wordt. Eigenlijk als ik dit zo zie... Te grof? Te veel? Nee, is het een beetje te veel. Ik vind het ook te veel. Dus dat is genoeg. Dus eigenlijk hebben we een kwart grote rode ui. Dus ik denk een half normaal uitje. Dit pepertje heb ik gewassen. Eigenlijk moet je het met handschoentje aandoen. Omdat je... Ja, voor je ogen en zo. Voor je ogen, want je kan daarna eigenlijk niks meer aanraken. Zal ik dan de knoflook persen? Ja, graag. Hoppa. Ik begin altijd een beetje voorzichtig. En dan proef ik. En als het denkt, nou, er kan dan wat bij. Maar wat mij niet verbaast, is dat je niet begint met het stampen van de avocado's. Nee, maar dat maakt in principe maakt niet zoveel uit. Nee? Nee. Wil je die niet eerst plakken? Is dat niet handiger? Kan, maar dat kan nu ook. Oké. Okay. Weet je, dus... Ik ga nu wel de avocado even eerst doen. Gaan even kijken natuurlijk of spannend. Ze... Spannend. Vind ik altijd zo spannend als ze mooi zijn. Ik ga halveren rondom de pit. En je ziet dus... Neem dus altijd meer avocados, want je kan meestal, je weet niet wat erin zit. Maar deze kunnen we wel gebruiken. Maar doe jij het bruine weg? Ik hou niet van bruin. Nee. Ja, heel veel mensen doen het bruin er wel door, maar ik voor mij nee, is het nee, eeuw. Hier is dat bruin. Dat moeten we afhalen. Zonde, hè? Zonde, ja. Nee, bruin erin moet je niet hebben. Deze valt mee. Oké, die is goed genoeg. Wat wel zo is, ik zie al aan de structuur en als ik ze uitlepel... Goed, toch? Dat ze heel goed zijn. Ja, ze zijn heel notenachtig, denk ik. Ja, je ziet het aan de kleur. Lichtgroen met een donkere rand. Het ziet er heel goed uit. En die pit gaat makkelijk los. Ja. Dus... Ik denk ook dat ze echt bruin zijn door het vervoer, als ik eerlijk ben. Omdat het wel goede avocado's zijn. Het is in ieder geval, het zijn hele goede avocado's. We moeten even opletten dat we niet meer dan 3 erin doen, hè? Nou, ik heb er nog één voor de zekerheid opengezet, omdat er toch wat bruin bij zat. We hebben nu gewoon 3 avocado's, alleen we hebben er 4 gebruikt, omdat we toch wat bruin hebben moeten wegsnijden. Snufje komijn, ietsje meer, mag wel, zo. Als het overheren wordt, is die lekker. Komijn erin gedaan, en ik ga nu stampen. Kijk, dit gaat hartstikke goed. Super, joh, dit. Mooi. Terwijl je dit doet, hè? Ja. Hoeveel limoen doe je trouwens? Ja. Ik gebruik eerlijk gezegd een citruspers normaal. Omdat... Ja, daar komt niet zoveel sap uit. Maar... Toch wel hele. Zout. Er gaat best wel veel zout in, hoor. Het zit erg weinig concentraat. Ja, hij is gewoon heel hard. Een beetje droog. Misschien hebben we nog wel meer limoen in de koelkast, hoor. Dat zou mooi zijn, en anders... We hebben meer citroen nodig, meer limoen. Maar dat is omdat deze droog was. Echt een grote rol in deze aflevering. Er moet nog een beetje zout in en we hadden de peper vergeten. Ja. Zo. Peper. Zo goed, dat hebben we niet. Klein beetje peper. Zo. Mag ik de zout nog een beetje? Het zout. Het zout, schat. Zo. Je moet niet vergeten, er komt nog tomaat bij, die ook redelijk nat. Dat is en waar niet heel veel smaak aan zit. Dus dat betekent dat je echt wat zout nodig hebt. Zo. Heb jij terwijl jij de tomaten aan het snijden bent voor de mensen thuis? Want dat is al heel laat in deze aflevering. Maar je moet nog jouw gouden kooktip delen. Ah. Heel veel mensen vinden het niet lekker om uien door de sla te hebben. Eerlijk gezegd vind ik het ook niet altijd lekker. Nee. Maar wat je bijvoorbeeld kan doen is... A. Daar is hier weer de lente uit. Klein beetje lente uit door je vinaigrette doen of door je dressing die je laat inweken. Ja, ja, papa's dressing, dat gaan we ook nog een keer doen in deze show. Jouw dressing is echt altijd zo lekker. Niks bijzonders zoals gewoon vinaigrette, maar... Zo lekker. En op het moment dat je die ui een beetje laat inweken,
dus dat lenteuitje, is het eigenlijk al niet meer zo scherp. Dus dan wordt het wat milder. Maar wat ik ook erg lekker vind, is dat je je ui, als je gewoon een normale ui, rode of witte, die snij je, of in stukjes of in ringetjes, en die doe je in ijswater een kwartiertje. Oh. En daardoor gebeurt het met de zwavel die erin is of zo, dan gaat het minder scherp worden. Wist ik niet. Dan kan je gewoon door je, rauw door je sla eten. Oh. Kijk, ik kijk altijd naar de totale balans, dus ik weet ongeveer op gevoel, omdat ik kijk naar, hé, wat is de verhouding van het rood op het groen? Nou, ik vind het best veel. Ja. En ik wil dat er af en toe een stukje rood opduikt in het guacamole. Ik vind het een mooie verhouding. Oké. Wat we nu doen is dat... Hoort tomaten van origine nou in? Volgens mij wel, ja. Kleine stukjes tomaat. Oh nee, ik vind het heerlijk. En dan heb je ook lekker meer. En dan heb je ook een stevige bite. Een chipje. Heerlijk. Ja. Jij zit de hele tijd oefen. Nou. Ik ga weer in de mond pakken, want ik vind het gewoon niet... Ook goed dat hij dan minder snel verkleurt, hè. En langer lekker blijft. En nu is hij goed. Nu was je echt Gordon Ramsay. Zo. Zullen we even een mooi bakje doen, schat? Ja, ik deed even jou na. Ik heb deze. Nou, ik vind het mooi. Bertie, mag ik het scheppen erin? Natuurlijk, schat. Dank je. Sorry, schat. Wacht nog heel eventjes. Meer kan mij? Ik dacht al dat je dat ging doen. Doe jij een snufje, klein snufje? Oké. Zo? Ja. Ja. En dan doorheen. Er zou nog iets meer knoflook doorheen kunnen, maar dat vind ik wel genoeg zo. Top. Zo, ik denk het. Nu is hij klaar. Ja. Hop, erboven en lekker leeg scheppen. Ja, best veel hoor dit. Dus eigenlijk is 3 avocado's echt zat. We hebben 3 avocado's, want we hebben best veel weggedaan. Wow. Zullen we gewoon eens even een chipje dippen en kijken of hoe het smaakt? Dat mag pas bij de taste-test. Ach. Bijna. Hoe garneer je dit? Niet hè? Een beetje koriander erop. Klein beetje koriander op? Ja, ik vind dat je alles altijd even een garneringje moet geven. Ja, doe het even zo. Klein beetje. Ik vind het toch wel leuk. Klein beetje zo. Zou je dat in zo'n leuke schaal zo doen? Nee, dat zou ik wel doen. Dus nachos maak me niet voor. Kijk, je kan waarom neem je deze gewoon niet zo. Oké, dit is wel heel groot. Doe maar. I love it. Zo. Dat is dan weer mijn deel. Dus blijf er denk ik hoor, die blauwe chips. Ah, lekker. Zo, die is zo lekker. Oh. Gaan we nu echt de taste test doen, papa? Ja. Taste test. Hey, naar binnen scheppen altijd, hè? Jij wilde weer naar buiten scheppen. Druk. Zo. De meeste mensen scheppen gewoon dit, maar je moet hem dus vanuit de buitenkant van de schaal naar binnen scheppen. Want alles gaat de andere zijde dus zo, hop, en niet breken. Maar ik doe à la mama echt... Oh. Hop, hij is dik. Zien. Hij is dik, zo. Wacht, wacht. Ah. Oh, papa. Mwah, mwah. Mm. Heel lekker. Ja, toch? Perfect. Ja? Ah, I love it. Echt niet te zuur. Nee? Goeie avocado, is heel romig. Echt boterig. Oh, wat lekker. Dit gaan we nu lekker met z'n allen hier als borrel opeten. Het is al 6 uur zo, 6:30. Nou, lekker thuis maken. En gewoon elke keer als je visite krijgt, hoppakee. Zo gebeurt. 10 minuutjes werk, klaar. Heel lekker. En ik vind het zo zonde, al die guacamole in de supermarkt, die is zo vies. Zullen we lekker wijntje erbij? Ja. Ja? Ik ga hem even afsluiten. Jij wil al gaan, doei! Laat jij lekker zo staan. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Vergeet niet naar de Instagram van Bubblehop te gaan. Want daar vind je gewoon helemaal precies de ingrediënten. En hou toe nog een keertje terug. Ja. En vergeet niet volgende week te kijken. Want dan maken we kastanjehummus. Heb jij nog nooit gemaakt, denk ik? Nooit. En ik maak mijn klassieke kruimboter. Die ik altijd maakte ook bij mijn eigen zaak. Die super lekker is. Dus... Zwarte. Nee, die hebben we gemaakt. Dit is de kruidenboter. Oh, lekker. Dus zeker kijken. En papa, bedankt dat je er was. Wij gaan nu lekker bollen. Heel erg leuk. En hopelijk tot de volgende keer. Doei. Doei. Ja.